Hallo, welkom weer bij een nieuwe video les. Ik ben Jan-Willem Eckhardt um, en deze keer gaan we kijken naar opgave 8 van de oefenrepetitie voor klas 1 over meetheden, grootheden, verslagen en alles wat ermee te maken heeft. Um, opgave 8 zet de volgende onderdelen van een verslag op de juiste volgorde. Ik ga ervan uit dat iedereen namelijk weet wat komt er precies in een verslag en hoe ga je er iets moois van maken. Um, nou, de volgorde is natuurlijk vanzelfsprekend. Je begint altijd met je titelblad. Oftewel een mooie, duidelijke voorkant waarop je kunt terugvinden wie het verslag gemaakt heeft, wanneer het gemaakt is. Misschien nog een uh, titel of een leuk plaatje. Um, daarna gaan we naar de onderzoeksvraag. Uh, onderzoeksvraag, zo schrijf ik dat. Namelijk, wat zit er precies, of waar doe je het verslag precies over? Wat ben je precies aan het onderzoeken? Um, nadat je een onderzoeksvraag hebt gedaan, dan zou je natuurlijk een stukje theorie kunnen plaatsen, maar dat is nu hier geen optie. De volgende optie is dat je gaat schrijven wat heb je nodig gehad om het verslag uit te voeren, of als iemand jouw proef wil nadoen. Wat zijn de onderdelen die nodig zijn? Wat zijn de spullen die gekocht moeten worden, uit de kast moeten worden gepakt om de proef uit te voeren? Uh, na de benodigdheden gaan we natuurlijk meteen door naar de werkwijze. Uh, werkwijze is de manier waarop je uh, de proef doet. Zorg er altijd voor in je werkwijze dat stap voor stap duidelijk is wat je gedaan hebt. Dat iemand die jou niet eens kent, die gewoon dit stukje papier vindt en denkt: hé, hey, een verslag, dit wil ik nadoen. Gewoon stap voor stap het na kan doen. Receptvorm, puntsgewijs, hou het duidelijk. Uh, na de werkwijze gaan we door naar de resultaten, waarnemingen zouden er natuurlijk nog tussen mogen. Wat zag je gebeuren, wat interessant was, maar die staat niet in het lijstje. Dus we gaan meteen naar resultaten. Mooie tabelletjes met alle meetresultaten, stapje voor stapje erin. Zodat we na de resultaten de uitwerking of de speciale manier van uitwerking, de grafieken kunnen plaatsen. Um, als we de uitwerkingen en de grafieken hebben, dan kunnen we meteen door eigenlijk naar de laatste stap. En dat is een conclusie. Oftewel, kijk naar je grafieken, kijk naar je uitwerkingen en er komt vast iets moois uit. Zet dat in je conclusie en zorg dat je conclusie. En dit is natuurlijk volledig overbodig voor deze vraag, maar de conclusie moet een perfect antwoord op je onderzoeksvraag zijn. Goed, dit was vraag 8 van de oefenrepetitie. Ik ben Jan-Willem van voorberta.nl. Wederom bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. En blijf natuurlijk doorklikken in deze playlist. Want de volgende video is ook weer heel nuttig. Hoop ik tenminste voor je.